wist wel dat dit boek wat los zou maken, maar dat het zo'n impact zou hebben, dat had ik niet gedacht. Mijn periode in de Tweede Kamer was een tocht in verwondering. Ik ben daar echt als een idealist ingestapt. En ik zag de volksvertegenwoordiger worden echt als een bekroning op iets wat ik mocht doen. En ik kwam in een wereld terecht die niet de mijne was. En die idealen deden er niet meer toe. Er moest een beeld naar buiten worden gecreëerd van een aantal speerpunten. En dat vond ik eigenlijk wel tegenvallen, dat het zo'n dun laagje in feite was. Niet alle kleuren in de samenleving en alle smaken komen terecht in Den Haag. En ik denk dat Den Haag en de politiek en het land daar wel gebaat bij zouden zijn. Dat meer gewone, normale mensen, burgers met banen, gewoon eens een keer de politiek ingaan. Ik ga graag met je in gesprek over mijn boek, over mezelf, over de politiek en wellicht ook over de toekomst op 20 oktober. Ik ga graag met je in gesprek over wat jij vindt wat er moet gebeuren en ik luister graag ook naar jouw verhaal. Kom dus op 20 oktober naar de avond georganiseerd door SGP Jongeren en het CDA.